Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe fanmail, namelijk aflevering 20. Ik heb 20 afleveringen alweer gemaakt van fanmail. Kun je nagaan hoeveel mensen mij niet wel dingen hebben opgestuurd? En dit keer heb ik 2 leuke brieven, dus die gaan we zeker even beantwoorden. Ik heb hier een mooie grote brief, grote envelop, dus ik ben benieuwd wat erin zit. Voordat ik dit weghaal zo. Zo. Dat was de brief, dames en heren. Nee, een geintje. Dat was de envelop. Ik heb hier een heel aparte soort tekening. Het is heel apart, want het is een soort van zelfgemaakt. Het is net een 3D-effect. En je ziet een heel groot DC opstaan. Wow, dat is apart gedaan, joh. Is dit serieus allemaal getekend? Wow, als dit echt allemaal met de hand is ingekleurd, dan heb ik daar heel veel respect voor. Sowieso heb ik respect voor deze leuke tekening. Ontzettend vet. En ik heb er natuurlijk nog een brief bij. Daar komt ie. Hi Vincent. En deze is van Ilse, want ik zie al onderin groetjes Rainbow. En dat is Ilse. Oké. Hi Vincent. Voordat ik over nutteloze onderwerpen ga praten en een brief veel te lang wordt, zal ik mezelf voorstellen. Hoi, ik ben een meisje dat graag een post wil sturen. Ik ben eigenaresse van @RobbieFans en BrianFans op Twitter. En ik ben die engert die Brian's telefoonnummer en adres heeft. Verder ben ik ook al best lang geblokkeerd in je comments van alle video's op DaVinciStyle Pro. Toch ben ik altijd blijven kijken. Oké. Dan weet ik niet waarom je bent geblokkeerd. Kortom, ik ben flink besmet met het DaVinciStyle virus. Maar jij kent mij als Ilse. Dat was wel te blijken toen je tijdens een tijdchat ingelogd was met mijn Twitter en iedereen spontaan zei, hey, daar is Ilse. Jij bent zonder twijfel mijn favoriete YouTuber en om eerlijk te zijn vind ik jouw video's veel leuker als bijvoorbeeld die van Dus David. Ik kan genoeg redenen geven waarom, maar daar wil ik geen ruzie met mensen in de comments over krijgen, dus dat doe ik dat maar niet. Eigenlijk wilde ik alleen een brief sturen, maar ja, dat was ook weer zo weinig. Vandaar, origineel, ik wist gewoon niks anders, oké? Een tekening die ik heb gemaakt met DC erop. Ik hoop dat je niet teleurgesteld bent. Nee hoor, helemaal niet. Over de inhoud van de envelop. Het is niet veel, maar het is iets. Dat is genoeg. Nu heb ik toch al best een aardig eindje gediept, dus ik stop maar. Groetjes uit Brabant. Ilse, Rainbow. Ilse, super bedankt voor je tekening. Ik vind hem ontzettend origineel, want deze heb ik nog nooit gezien. Dus ik ga hem zeker bewaren. En dan hebben we nog een brief. Het is aflevering 20, dus lekker YOLO, we doen gewoon 2 brieven. Het is weer gewoon een heel pakketje weer, jongens. Oké. Er zit een ballon bij. Oh, wauw, en wat staat erop? Bert. Oh, dat is Bert. Jongens, dit is Bert. Oké, ik heb 2 tekeningen. Pel de pinda is oké. Hoi Vincent, ik keek een fanmail van jou en toen dacht ik, zal ik ook eens doen? Dus ik had een paar Disney figuren uitgezocht en ging ze natekenen. Ook vind ik je filmpjes heel leuk en grappig. Ik zit ook in de Disneycraft server en daar doe ik vaak survival met mijn vriend. En blijf vooral filmpjes maken. Groet Dora, Minecraft naam Dora Roosje. Druk erop, voel de kracht door je vingertoppen stromen. Oké, we moeten op deze button drukken. Daar komt hij. Oh, damn it! Gaaf. We hebben nog een tekening. En daar staat waarschijnlijk die Disney figuur op. Even kijken. Oh, wat vet. Oké. Ik weet niet of het ons kasteel is. Is het ons kasteel? Nee, het is een eigen verzonnen kasteel. Maar wel misschien wel de originele Disney. Ik vind hem echt heel vet. Ik vind hem heel uniek. Tof. En deze vind ik eigenlijk echt heel leuk. Dames en heren, DaVinciStyle Quack. Ik sta op midden met Mickey. En ik zie Rapunzel hier met haar haar. Met assenpoester of zo. Door een roosje, ik weet niet. En Ariel van de Zeemermin. Ik vind dit heel goed getekend. Ik denk dat hier een talentje zit. Als dit uit de hand is getekend, dan heb je zeker tekentalent. Dat zeg ik eerlijk. Gaaf. Ik vind het heel tof. Bedankt voor je fanmail, Dora Roosje. Dora heet ze. Dora, klik op Dora. En een hele grote, leuke ballon zit erbij met Bert erop. Heel tof. Ik ga ze bewaren. Bedankt Dora voor je fanmail. Jij zit in aflevering 20. Wil je ook een fanmail sturen? Kijk even naar het onderstaande e-mailadres
vincentbrits@gmail.com. Stuur daar naartoe dat je mijn adres wil. Dan stuur ik mijn adres naar je terug. En dan kan jij fanmail sturen naar mijn, op mijn, voor mijn kanaal. Dus bedankt voor het kijken, dames en heren. Tot de volgende fanmail. Vergeet geen groen duim te geven. Doei doei!